en 83 ex-medewerkers van de Suralco hebben gistermiddag een certificaat ontvangen. Zij hebben namelijk met succes de trainingen basis kooltechniek en gas, water en sanitair, GAWASA, van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, afgerond. De waarnemend directeur van SAO, Joyce Lapar, hield de trainees voor dat bij de Suralco een deur voor hen dicht is gegaan en dat er nu in deze fase van hun leven een andere deur open gaat. Volgens Lapar moeten de ex-Suralconiërs trots zijn op zichzelf dat zij de uitdaging hebben aanvaard en nu een certificaat op zak hebben. Wel redelijk jonge mannen, toch? Dus dat je verder kunt gaan en ook nog verder je kunt specialiseren in bepaalde specialismen. En dat het niet verloren is dat u weg bent bij de Suralco. Er zijn nog tig mogelijkheden. U kunt misschien zelf een eigen bedrijf opzetten. Dus daarom feliciteer ik u van harte vanavond. Lapar hield de aanwezigen verder voor dat zij nu zwaargewichten zijn. Ze feliciteerde ook de SAO die in staat is gebleken zwaargewichten af te leveren. Minister Suharto Mustaja van Arbeid gaf aan dat de opgedane vaardigheden nieuwe mogelijkheden bieden aan de ex-Suralconiërs om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Het zij als werknemer of als kleine zelfstandige. In lijn met deze gedachtegang kan het volgens de bewindsman niet zo zijn dat personen die hun baan hebben verloren aan hun lot worden overgelaten door de overheid of door het bedrijf waarvoor zij gewerkt hebben. In het geval van de ex-Suralconiërs heeft de Suralco de verantwoordelijkheid gedragen om de kosten van deze training op zich te nemen. Als multinational ook zich gehouden heeft aan in dat opzicht de wet die dat regelt, dan wordt dat inderdaad geregeld via de commissie die daarover gaat van arbeid. Met andere woorden, men moet aan kunnen tonen dat er geen andere weg was dan eigenlijk dat besluit uit te voeren van collectief ontslaan. Maar een bedrijf dat daarnaast ook nog de plicht op zich genomen heeft om u verder te scholen te bekwamen, dat u dus toch nog een vakopleiding naar keuze kunt doen en dat ze dat hebben gedaan, dat lijkt mij, daarmee moeten we toch ook de Suralco dank voor zeggen dat ze inderdaad invulling hebben gegeven in dat opzicht, zoals ik gezegd heb, aan corporate responsibility. U kunt daarvoor de Suralco een applaus geven wat mij betreft. Mustaja hield de geslaagden verder voor dat zij vertrouwen in zichzelf moeten hebben. Echter moeten zij volgens de bewindsman ook vertrouwen hebben in de president en zijn team die onvermoeidbaar doorgaan om ervoor te zorgen dat dit land met haar menselijke hulpbronnen welvaart en welzijn krijgt. Aldus minister Mustaja. Hij sprak gisteravond in de conferentiezaal van de SAO bij de uitreiking van certificaten aan 83 ex-Suralconiërs die met succes de GAWASA-training hebben doorlopen.